Leiden maakt zich op voor het grootste stadsfeest boven de rivieren. Leiden is ontzet. Maar wat is toch dat Leidse 3 oktober gevoel? Ja, iedereen is denk ik een beetje blij toch weer. Ik zeg altijd, ik werk in Den Haag, ik ga weer ontzetten. Ja, daar word je mee geboren, dat is een soort traditie. Als kind ging je altijd met je ouders overal naartoe met 3 oktober. En dan had je van tevoren al vlinders in je buik ervan, zeg maar. En dat gevoel, dat blijf je gewoon houden, zeg maar. Deze tijd voel je gewoon dat 3 oktober eraan komt. Wat voelt u? Dat voel je. Ja, maar wat voelt u dan? Ja, ik weet niet. Een 3 oktober gevoel. De zomer is voorbij. En ja, dan komt 3 oktober eraan. Ja. Opvallend zijn wel de rijen die er staan voor en tijdens 3 oktober voor de haring en de hutspot. De Leidenaar staat altijd in de rij. Maar het lijkt wel of de sleutelstadinwoners dat helemaal niet erg vinden. De Leidenaar staat graag in de rij, hè? Is dat ja, zo? Ja, ik vind het niet erg. Voor de haring, voor ja, de hutspot. Ook ja, daar is het ook niet zo erg voor. Ik snap dat niet, ik weet het niet. Het is een bepaald, ja, ik weet niet wat dat is. Het is een bepaald gevoel van de Leidenaar schijnbaar. Omdat het, ja, het is natuurlijk zeker op 3 oktober, ochtends om 7:30, als je daar in de rij staat voor die haring en witte brood, is natuurlijk ook wel dat hele gezellige Leidse sfeertje waar iedereen het voor doet. De gezelligheid. Allemaal ongecompliceerd. Nou, ja, de sfeer. Leidenaars verstaan elkaar natuurlijk. Leidenaars moet ik dan een beetje zeggen. En zelfs in het winkeltje van de 3 oktobervereniging staan de leden in de rij voor een speltje. Hey, hoe vindt u dat u zo'n speltje heeft? Ik vind het leuk, zonder meer. Nou, gouden vind ik natuurlijk nog mooier. Ja, waarom heeft u die niet? Ik snap het niet. Ik moet even informeren hoe dat zit. En dan de gewone leden. Mensen die een gewoon lidmaatschap hebben, krijgen de zilveren. En mensen die een lidmaatschap voor het leven hebben, die krijgen een gouden. Ja. Ik weet niet of ze allemaal zijn. En hoe vindt u dat, zo'n speltje? Ja, zeg maar. Leuk. Ja, zeg maar. Ik heb haar hartstikke leuk. Ik vind het voor mijn vrouw heel leuk, want die is Leidse. Moeten die met trots dragen? Nou, denk eens wel, ja. Want met een speltje hoor je erbij. Morgen in de serie over 3 oktober staan Leidenaren Ton en Ria weer in de rij. 1, 2, 3 oktober, 3 oktober, dan zijn we als een bal, als een bal.